De real-life soap Urk is terug bij SBS6. In het nieuwe seizoen hangt kapper Teun zijn föhn aan de wilgen en begint hij het allereerste boutique-hotel in het vissersdorp. De huisvrouw Nelly runt nog steeds haar grote gezin met 6 kinderen, terwijl haar man uit Vaar is. En ook de tweeling Mathilde en Gerda heeft wilde plannen. Vanavond de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Ja, Ruud van Egmond van de Beeldbrigade is de man achter de serie. Ruud, goedemiddag. Hallo. Ja, wordt het een knallend begin van het nieuwe seizoen vanavond? Nou, dat hoop ik wel. Hoezo die vraag? Nou, we zijn ze allemaal een beetje leren kennen natuurlijk. Teun Föhn, de tweeling Mathilde en Gerda, Nelly dan. Is dat weer, voelt het al inmiddels vertrouwd als we er naar kijken, denk je? Ja, dat zeker. Kijk, het zijn bijzondere mensen met een mooi leven en mooie verhalen. Dus ja, die herkenning gaat er wel komen van vorig jaar. Vorig jaar was echt wel heel breed. We zagen uit alle lagen van de bevolking zagen mensen voorbij komen. En dit jaar hebben we ons meer toegespitst op een aantal, noemen wij dat karakters, zeg maar, op Urk. Met langere verhaallijnen. En wilden dus die eigenlijk meteen allemaal weer meedoen? Waren ze meteen enthousiast? Ja, vonden ze hartstikke leuk en gezellig. Dat is wel typisch voor Urkers. Ja. Ze vinden alles leuk in het leven. Ja, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet typisch voor Urkers dat ze zomaar een kijkje in hun leven de wereld inslingeren, zeg maar. Dat klopt niet. Niet alle Urkers zitten daarop te wachten. En alleen zij, de mensen die wij terugvroegen, die zeiden gelijk ja. En daarnaast hebben we een aantal nieuwe personages, vanzelfsprekend. Ja, want voor Teun, zijn beste vriend, komt ineens heel veel voor in het nieuwe seizoen, hè? Ja, het wordt één grote Flevoland-promotie, geloof ik. Want er komt een Lelystedeling naar binnen. Ja, het is natuurlijk wel. Je krijgt echt een goed inkijkje in hun leven. Kun je een beetje een tipje van de sluier oplichten wat er allemaal aanstaande is? Nou, wat betreft Teun. Teun die had nog een aantal panden die hij in verhuur had. En die gaat nu toch omgooien tot een soort boutique-hotel. Uh-huh. En daarmee is hij aan de slag gegaan om dat te verbouwen. Maar ja, dat kon hij niet alleen en had hulp nodig. Want hij elke dag moet ook nog in de kapperszaak staan. Dus een vreemde, en dat is namelijk Lelystedeling Fred, een vriend van hem, die is hem komen helpen. En dan heeft hij nog een vriend Ab, de buurman. En die komt hem ook helpen. Met z'n drieën zijn ze dat gaan runnen. En daarnaast niet te vergeten Nelly natuurlijk, een goede vriendin van Teun. Die hem helpt om dit allemaal te realiseren. En dat volgen wij. En daarnaast volgen we natuurlijk ook de tweeling die rigoureus het roer omgooien. Ja, want die hielden nog wel van een drankje. Volgens mij echt rigoureus. Ze gaan op hun gezondheid letten, had ik begrepen. Ja, we gaan op de quinoa-tour, noemen we dat. je hoopt natuurlijk wel dat ze de kibbeling blijven eten en de gebakken vis. Maar het gevaar is natuurlijk altijd een beetje bij zo'n tweede seizoen. Zo'n eerste seizoen zijn ze allemaal nog heel onbevangen, nog niet zo bewust van de camera's. En dan kan het zijn dat ze nu natuurlijk meer een soort act gaan opvoeren. Ja, maar kijk, dat is bij reality. Op het moment dat ze een act gaan opvoeren, knippen we dat er weer uit. Dan gaat het niet door en dat weten ze donders goed. Dat weten ze zelf ook. Ja, wat het bij een reality is, je volgt mensen. En ik zeg dat als het leuk is, komt tv. Is het niet leuk, dan gaat het niet op tv. Nee. Dus dat is eigenlijk, zo maken wij een beetje onze selectie. Dus als jullie zeggen van ja, maar wordt het dan niet heel erg gemaakt? Nee. Ze zijn nog steeds puur zichzelf. En op het moment dat wij dingen gaan scripten, noemen we dan werkt het ook niet. Dus dat doen we ook niet. En is het alleen maar leuk en vrolijk eigenlijk? Want er is natuurlijk afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd op Urk. En niet altijd van die leuke dingen, om maar even een understatement te gebruiken. Komt dat dan eigenlijk ook voorbij in de serie? Krijgt dat nog een plek? Nou, als we het hebben nu over de kotter die gezonken is, onder andere bij Texel. Ja, dat is thematiek die we wel aanschrijven, alleen we doen het vanuit de ogen van onze hoofdpersoon. Het is niet dat wij een verslag maken van wat er in Urk heeft plaatsgevonden. Maar wel natuurlijk, want ik bedoel, het is heel hard aangekomen bij bijvoorbeeld een Nelly. Weet je, die zit ook aan de keukentafel en dit is iets wat al heel dichtbij is. Teun heeft zijn familieleden verloren, Nelly heeft familieleden verloren. Dus dat bespreken we met hen. Ja. En niet zozeer dat wij bij het gemeentehuis staan voor de persconferentie. Dus dit is meer een kijkje in de keuken van de Urker. In plaats van dat we een nieuwsverslag doen of zoiets. Vanavond de eerste aflevering. Hoeveel afleveringen, hoeveel weken kunnen we op de bank gaan zitten op maandagavond? Nou, het zijn er 8 weken. Ja. Iedere maandagavond om 9:30 draait het allemaal om Urk.
En ja, vanzelfsprekend hebben we nog maar een aantal meer personages. We hebben het nu over 3 gehad, maar bijvoorbeeld hebben we ook de oma's. Nou, de oma's zijn op dit moment, volgens mij zijn ze gewoon bekende Nederlander geworden. Want we waren vorige week op de Dam draaien. En ze waren drukker met handtekeningen en foto's dan überhaupt met wat doen. Ze speelden goed, oma's. Ja. Ja. Ja hoor, maar ze hebben ook hun eerste commercial al gedraaid. Dus het gaat heel goed met het testen van speelgoed. Ja, nou, hartstikke goed. Ja, en dan hebben we nog Luut en Kool, wou ik vertellen. Ja. Een visserfamilie. We zijn met de UK 266 mee geweest. En we hebben nog, ik noem altijd oma Jaap en Alize. En zij doen Ginky Tours op Urk. En dat staat ook centraal. Dus ja, en dan hebben we nog onze family man Tony. En dat zijn wel eigenlijk de hoofdpersonages van dit seizoen. Nou, we zitten er allemaal weer klaar voor vanavond. Dus de eerste aflevering van het tweede seizoen Urk. Vanavond te zien op SBS 6 om 9:30. Klopt. Dankjewel, Ruud van Egmond.